Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video waarin dat we gaan kijken naar de energieën voor deze week. Dat is de week van 12 september tot 18, ja, als ik het zo voor heb. Ongeveer een weekje. Gaan we gaan kijken wat dat belangrijk is dat we moeten weten deze week. Oep, daar gaat hij al. Of toch niet? Even zien, en daar gaat de kaart omgekeerd. Gekeerd was, maar hij is terug in het dek gevloeid. Dan niet natuurlijk. Dan weer drie kaarten. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne week hebben. Dat de week goed gestart is. Dat het een rustig weekend was. En wat krijgen we? Oeh, de Great Wheel. De Great Wheel, dat is het wiel van fortuin, hoe dat ze het ook noemen. Met daaronder de indigo omgekeerd. Dus meer en meer mensen gaan beginnen ontdekken wie dat ze in de werkelijkheid zijn, wie dat ze in de kern zijn. En dat vraagt om een meester te worden over onze gedachten, over ons mentale. My god, ik zou zeggen, als je de vorige video dat ik daarnet opgeload heb met de channeling niet beluisterd of bekeken hebt, dan zou ik dat zeker eens doen. Want daarom ga je ook weten waarom dat deze video of deze boodschap daar ook mee gekoppeld is. Wat krijgen we dan verder? Even zien, mijn muis aan de kant zitten. Seas of Challenges. Dus dat wil zeggen, eigenlijk de queen van emoties, maar omgekeerd, net zoals dat dan ook de meester van gedachten omgekeerd lag. Seven of Crystals. Waarbij dat eigenlijk die persoon, de mannelijke energie is eigenlijk hier ook meer aan hetgeen wat ik hoor, eigenlijk een stuk aan het treuren is over de dingen dat ze in het verleden gedaan hebben, waar ze nu de vruchten van krijgen. En dat ze merken dat dat eigenlijk niet hetgeen dat ze willen, want ze willen dit. Ze willen een beker die vervuld is, die overvloedig is, dat je eigenlijk niet moet opnieuw willen, maar die gewoon vanuit zichzelf gaat gaan vullen. En dat is er niet. Waarom niet? Omdat hun queen er niet is. De vrouwelijke energie is er niet. En dat maakt dat ze eigenlijk ook weer naar binnen geduwd worden. Dus dat is de Six of Flames, waarin ze met zes vlammen hebben. En dus worden ze geduwd naar binnen. Om naar binnen te gaan en te luisteren naar wat hun eigen boodschap is. Dus de mannelijke energie wordt naar binnen geduwd. Is hetgeen wat ik hoor. Wordt gevraagd om verbinding te maken met zijn eigen vrouwelijke energie. Om van daaruit te zien dat hetgeen wat dat hij omtreurt, hier, dus de vruchten dat hij gemaakt heeft, de vruchten, de resultaten die er zijn van wat hij dacht dat moest zijn. Dat op een andere manier gaat mogen ontstaan. Dus vanuit die nieuwe manier. En niet meer vanuit controle, niet meer vanuit macht, niet meer vanuit hard werken, maar gewoon vanuit afstemming. En daar vertrouwt hij eigenlijk nog niet volledig op. Dus de mannelijke energie vertrouwt eigenlijk nog niet voldoende op het manifesteren, gewoon vanuit de energie, vanuit zijn. En dat is hetgeen waar dat de vrouwelijke energie, dus dat kan je hier ook zien, waar dat de vrouwelijke energie eigenlijk ook wel al veel meer ervaring heeft. En eigenlijk ook al bewezen heeft dat dat zo kon zijn. Ik ga even zien, want er zijn een paar kaarten al uitgevallen. Wat hebben we? Nog twee tekort. We hebben de Emperor omgekeerd. Judgment omgekeerd. De Empress gewoon goed. En dan Four of Cups omgekeerd. Nog twee kaarten. Dat is er al één. Nog één. Yes. Nog eerst de onderkant. Dat is Eight of Swords omgekeerd. En dan zien we oh, de Sphinx kaart. Maar ook omgekeerd. Mai. Met de Lovers. De Lovers. Oh, wacht, ik ga het even. Ik heb dat niet gezien wat ligt. De Lovers. Wel, in de goede volgorde. En daaronder ligt de Two of Cups. Oké. Ja. En die even hier naast mij leggen, zodat ik die kan toevoegen aan het hele verhaal. Oké, dus we hebben net gezien dat het gaat over de mind. De mind. De mind geeft ons het gevoel dat we voortdurend vastzitten. En
Voornamelijk is dat een thema nu vanuit die mannelijke energie. Dus die mannelijke energie probeert dan nog dingen te gaan forceren, maar dat maakt dus dat we niet vanuit onze geheelde mannelijke energie ons leven gaan vormgeven. Dat zorgt er ook voor dat we het gevoel hebben dat er geen balans is. Maar wat er dus gevraagd wordt, is om naar binnen te gaan, om die verbinding te maken met je eigen vrouwelijke energie. En daarom krijgen we ook die Empress. Omdat daar in de stilte van de buik, eigenlijk, van de baarmoeder, als je het bij vrouwelijke lichaam zou bekijken, daar in de stilte, in de donkerte, als je zaadjes plant, denk maar aan planten en zo, als je de zaadjes plant, dan zit die in het donker. Daar hebben ze de ruimte om te ontkiemen. En dan gaat het heel hard duidelijk zijn van wat we moeten weglopen. Want nu is voornamelijk de mannelijke energie teleurgesteld, ontgoocheld, weet niet goed van, ziet eigenlijk die weg vooruit niet. Maar ziet ook niet dat het wiel gedraaid is. Ziet niet dat de energie nou anders is. En dus nu moet die mannelijke energie leren om vanuit zijn, deze kaart genoemd Indigo, maar dat is eigenlijk vanuit zijn sterre afkomst, vanuit zijn energie, vanuit zijn ziel en niet vanuit menselijke beperkingen, maar vanuit daaruit eigenlijk zijn leven gaan vormgeven. En dan gaat hij zien en merken dat hij eigenlijk niet vastzit, dat er een licht is. Dat er licht is in al die donkerte. Dat er eigenlijk een zilveren rand is aan al de emoties die gevoeld worden. En dat is het stuk waar dat we eigenlijk dan wegstappen van de duivel, zoals het hier is. Of vanuit het negatieve, vanuit de matrix, vanuit het vastzitten, vanuit het toxische vooral. En de verbinding kunnen maken met die eenheid in zichzelf. Wat dat uiteindelijk dan de lovers brengt. En de lovers, dat kan vervulling zijn op een bepaald vlak, dat kan een nieuwe job zijn, dat kan iets zijn dat je gewoon wenst te manifesteren, zoals een nieuw huis, een goede gezondheid, wat dat maar ook is. Maar dat vraagt dus om echt volledig doorheen die transformatie te gaan en echt vanuit die transformatie in een nieuwe versie van jezelf te stappen. En dan op dat moment eigenlijk, wanneer je heel nieuw bent in die nieuwe versie, om daar altijd maar zekerder en zekerder in te worden. En dat is hetgeen wat nu voornamelijk getoond wordt, dat in de mannelijke energie in het collectief nu, dat het thema is. Je kan het zien, het zou kunnen zijn dat je dat kan zien, bijvoorbeeld als je in een tweelingbloemconnectie zit, dat kan zien bij je mannelijke energie. Maar meer nog is het verhaal hier ook in jezelf. Kijk eens waar in je leven, op welk vlak in je leven is er nog niet in balans, stroomt er nog niet volledig. En kun je het nog niet volledig aanvliegen vanuit overgave, vanuit vertrouwen, vanuit dat diep weten dat er voor jou gezorgd wordt. Dat die beker altijd maar overvloedig gaat zijn en dat die altijd maar gaat meer blijven brengen. Als jij blijft vertrouwen. En dat is hetgeen wat je nu ziet. Nu zie je nog geen vruchten van je werk. Zie je nog niet. Je doet alles wat je moet doen. Je hebt al het schaduwwerk gedaan, wat dan ook. En toch zie je geen verandering, toch zie je geen verbetering. Alsof je constant maar in dezelfde cirkel blijft lopen. Alsof je inderdaad die uitweg, wat was het ook weer? Welke kaart was dat ook alweer? Hier was hij. Waar je de deur, die kleine, hele kleine deur niet ziet, je ziet alleen maar hier die overweldigende emoties. En die leiden jou eigenlijk een stukje af. De overweldigende emoties die laten jou geloven dat er nog iets aan de hand is, dat er nog iets is waar je mee moet aan de slag gaan. Maar eigenlijk is dat niet zo. Het is de mind die je probeert vast te houden, jouw ego die je probeert vast te houden. En dat is hetgeen wat ik noem eigenlijk de visuele cirkel van valse ontwaking. We denken dat we goed bezig zijn, maar eigenlijk blijven we gewoon onszelf voortdurend vastzetten, omdat we denken dat er nog iets te doen is. En ook daar is het belangrijk dat we daar ook meer vertrouwen in krijgen. Dat we daar ook meer in die overgave gaan. Wetende dat alles wat je moet weten, zal je weten op het moment dat je moet weten. En alles die moet aangekeken worden en dat je moet bewust van zijn, gaat ook duidelijk worden. Dus ook dat, je eigen spirituele groei, hoef je en kan je ook niet controleren. En dat is een van de valkuilen. We denken tenslotte. Dat emoties moeten geheeld worden. En hierdoor, ik ben ondertussen een andere kaart aan het bijlaan. En hierdoor denken we dus dat die emoties geheeld moeten worden. En geven we eigenlijk veel te veel kracht voortdurend aan die emoties, aan die hevige emoties. Maar natuurlijk, wat dat veel lastiger eigenlijk op dat moment is, en veel uitdagender, dat is eigenlijk onze mind, die gedachten. Want die
zijn er voortdurend, die proberen constant voortdurend controle te houden. En die zijn door die conditionering, door gedachten, door verwachtingen, door patronen, door beschermingsmechanismen. En wat dan ook, ja, dat is mijn. Ik moet eigenlijk mijn kinderen subiet gaan ophalen, maar ik wou zeker nog deze video maken. Dan zit je eigenlijk in die vicieuze cirkel, want door dat vast te houden en je probeert dat gaan te controleren, want anders, ja, wat zal er komen? Dus zit er weer angst, dus zit je vanuit die heavy emoties weer in van oké, ik moet hier iets gaan healen. Zit je weer eigenlijk vast in die gedachten? Zit je weer in die emoties? Weer in die gedachten? En dat is eigenlijk die vicieuze cirkel waar ik over spreek. En dus niet het blokkeren, maar het healen van die blokkades en die mindset is veel belangrijker. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten van kijk, ga gaan kijken wat zit erachter? Wat zit er onder die emoties? Wat denk je op dat moment? En weet dan dat er eigenlijk een hele moeiteloze manier is om tot zelfmeesterschap te komen. Via het werken met die universele vlammen. Dat is ook de reden waarom dat ik blijf spreken over dat traject met de universele vlammen. Het heet eigenlijk traject zelfrealisatie. Waarom? Omdat je leert jezelf te realiseren als een meester. Je gaat door hele verschillende levenslessen, de verschillende zielslessen, aan de hand van de universele vlammen. En dan leer je daar heel concreet tools en manieren om die mentale blokkades, die de meest onbewuste zijn. Dat we kennen, net door al die conditionering waar ik dat net over gezegd heb, ga je die kunnen gaan transformeren. Want tenslotte, wat zijn gedachten? Gedachten is eigenlijk een instrument van conditionering. En daar is nodig om daar bewuster over te zijn. Want je gedachten, dat is niet jouw identiteit. Dat is niet jouw ware zelf. Het zijn, zoals dat ik vaak de gelijkenis of de vergelijking ervoor maak, gedachten, dat zijn zoals de vogels in een boom. De boom is niet de vogels en omgekeerd. Dus jij bent ook niet jouw gedachten. Die komen en die gaan. En dus dat wil zeggen dat jouw gedachten ook geen, totaal niks, nada, noppes rechten hebben om beslissingen te nemen. Dus inzichten krijgen over hoe dat ze een impact hebben op jouw leven, dat is het belangrijkste. En dat is ook de reden waarom dat uiteindelijk deze kaart uitvalt, Divine Matrix. Het is belangrijk dat, kijk, hier zie je ook dat hoofd en die ding met die gedachten en hier dat wiel. Kijk, het is tijd dat we gewoon anders gaan kijken naar gedachten, dat we op een andere manier met gedachten en emoties gaan omgaan. En dan gaat er dat ervoor zorgen dat er geen mist meer is in je leven. Dat er geen illusies meer zijn, want je doorprikt elke illusie waar dat nog jouw gedachten proberen te creëren. Dan is hier ook een 44-kaart, voor de mensen die bezig zijn met numerologie. 44 en 42. Waar dat 6 is, waar dat te maken heeft met nostalgie, met verleden. En dat is hetgeen wat ik ook zeg. Het is belangrijk om al die dingen, al die de conditioneringen die je hebt, dat je jezelf nog steeds door vastzet om die aan te kijken. En we zien welke vlammen, dat zijn er te veel. Excuse me. Oké. Wat ik hoor is dat het belangrijk is dat jullie deze week ook je energie echt gaat gaan groeperen. Dus elke dag regelmatig gronden. Door de volle maan wordt 9-9 portaal zijn er heel hoge energieën naar de aarde aan het komen. En het is belangrijk om daar zo goed als zo mogelijk mee te flowen. Hoe meer dat je vasthoudt aan die gedachten en het schaduwen, hoe lastiger dat gaat worden. Oké, okay. Ja, ik dacht dat er nog één zijn, maar het is maar één kaart van de vlam. En dat is surrender. Wat dat eigenlijk wel heel begrijpelijk en logisch is. En dat is aartsengel Zadkiel. Ik weet het niet, dat is waarschijnlijk een spiegelbeeld voor jullie. Maar de meer belangrijkste is eigenlijk de kleur. Dus eigenlijk de geel, gouden, oranje, als je geroepen wordt tot rood, ook de rode vlam. Maar dat zijn de vlammen waar je nu deze week mee mag werken. Waarom? Omdat die ook weer verbonden zijn met ons creatieve centrum, met onze intuïtie, met ons buikgevoel. En dus daar mogen we veel meer gaan leren op vertrouwen. Dus je kan als aartsengel Zadkiel oproepen, de vlam van overgave kan je aanroepen, of specifiek eerder met kleuren werken. Dus het hangt een beetje vanaf wat jij het meeste toe geroepen voelt. En daar kan je mee werken deze week. Zo, wil je nog meer mee werken? Ik ga hier bovenaan een linkje naar de serie waarover dat ik uitleg geef over de vlammen. Wil je deelnemen, dan kan je ook via de link onderaan deze video onmiddellijk gaan inschrijven. Dan krijg je onmiddellijk toegang, kan je onmiddellijk aan de slag al gaan op deze, nu, onmiddellijk vandaag, morgen al, afhankelijk van wanneer je inschrijft. En vanaf begin oktober zijn er dan weer 9 weken, waarin we eigenlijk wekelijks
samenkomen via Zoom, om dan nog meer te gaan verdiepen. Dat gebeurt dat er dan nog extra healingen aan bod komen, dat er nog extra informatie gechanneld wordt en zo meer. En ook daar blijft eigenlijk dan ook altijd toegang toe behouden. Dus dat betekent dat je nu kan meedoen, je kan dan ook volgend jaar en het voorjaar weer niet meedoen, dan het najaar en zo verder. Dit traject kan je ook koppelen met een 1-op-1 begeleiding door mij ofwel door mijn collega die ondertussen mij ondersteunt in de 1-op-1 sessies. Omdat ik ook maar 7 dagen en 24 uur in de dag heb natuurlijk. En wel zoveel mogelijk mensen echt doorheen die blokkades laten breken. Want dat is hetgeen we dan nodig hebben om echt onszelf te versterken. Hoe krachtiger dat worden, hoe helder dat we gaan stralen, hoe meer liefde dat we kunnen delen en hoe beter dat de wereld wordt. Heel kort uitgelegd natuurlijk. Zo, heb je vragen? Stuur mij een mail. Zet je comment hieronder een video of een bericht. Maakt niet uit. Wat dat voor jou het eenvoudigst is. En dan zien we elkaar binnenkort. Daag!